Het is zo'n ander soort van, er wordt iets bij neergelegd, wil je daar eens over nadenken. Het is zo anders dan als je denkt van, nou, kijk, wat zou ik eens doen? Zullen we dat verhaal nemen of zullen we dat verhaal, dat is een spannend verhaal, laten we dat nemen als opera of zo. Het begint heel anders. En in die tijd, toen las ik een boek van een schrijver, waar ik nooit van had gehoord, maar de Nederlandse kranten stonden zo vol van de recensie waarvan je denkt, ja, dat staat altijd wel op de achterflap, weet je wel, van een geniaal boek enzovoort. En dan heb ik juist vaak iets dwars van, nou, ik wacht wel tot ik anderen hoor zeggen, ja, dat moet je echt eens een keer lezen. Maar er was iets in die recensies van, ja, maar er moet er wel iets aan de hand zijn met dat boek. En nou, toen heb ik het gelezen, het boek heet Wolkenatlas. Zo makkelijk is het helemaal niet. Maar ik vond het fascinerend meteen en ik vond het ook zo muzikaal. Toen hoorde ik van iemand, oh, maar die Mitchell die woont een jaar in Nederland, want die is een volgende boek. Dat gaat over een onderwerp waar Nederland een rol in speelt. Dus die doet hier gewoon ook, duikt in archieven enzovoort. Dus toen ben ik naar Den Haag gegaan, daar had hij een boekpresentatie, een soort interview. En ik ben gewoon na afloop op hem toegestapt. En ik zei, ik wil als het kan over iets praten. En zullen we daar een afspraak over maken? Let's do it now, zei hij meteen. Maar de conclusie was, ja, it's a challenge and fascinating, but I really can't do it. Ik ben een romanschrijver. Ik ga nooit naar het theater, laat staan naar opera. En ik heb geen ervaring. I can't do it. Maar dan zijn laatste zin, en dat werd een soort gag, een soort gimmick. Zijn laatste zin was, but let's make a new appointment. Maar het was eigenlijk gewoon omdat we zo'n leuke tijd hadden met elkaar. Dus dat heeft zich 3 of 4 keer herhaald, dat weet ik niet precies meer. Steeds hetzelfde van, steeds maar weer brainstormen erover. Dus ik had er eigenlijk al heel veel aan. Ik dacht, nou, als hij het niet doet, dan moet ik misschien toch. En ik was eigenlijk al wel een beetje op gang. Dus na een paar weken, toen kwam hij binnen en toen zei hij, very bad news. I can't do the synopsis, but I started the libretto. Ik was ontzettend benieuwd of er een tekst zou komen die je kon zingen. Nou, fantastisch. Het vroeg om gezongen te worden. Ik bedoel, dus wat dat betreft was ik een heel klein beetje trots op mezelf dat ik die intuïtie had. Dat ik dacht van, volgens mij is hij zo muzikaal dat hij dat gaat begrijpen. Hè? En hij zei ook van, ja, als je wat wil veranderen of je wil een woord volgen of laten we mailen over, nou waren wij allebei hele slechte mailers. Hij gelukkig ook, want anders krijg je zo'n ergernis van, maar dan 2 maanden later kwam er weer een mailtje en zo. En ondertussen had ik gewoon doorgewerkt. Maar dan had hij weer een nieuwe versie. Want hij zei, ja, dat vond ik niet zo mooi. Moet je maar kijken wat je hiermee kan. Maar het was altijd zo zingbaar. En ook zo dat je kon voelen dat de emotie ook nog ingevuld moest worden met muziek. Hier en daar rijmt het. Zoals ze het in het Engels noemen, it scans. Dus het heeft een ritme. En zo is die samenwerking doorgegaan. Heeft het een vriendelijk partijtje tennis genoemd, over en weer. Over de naam hebben we ook best wel lang nagedacht, hoor. David had allerlei namen. We hebben ze elkaar lijsten gestuurd met namen. En dan werd er weer eens wat geschrapt en dan kwam er weer eens één. Terwijl het eigenlijk stuk al, de tekst was voor een groot deel al klaar. Maar soms is een naam is ontzettend moeilijk. En David had op een gegeven moment een titel die ik ook erg mooi vond en hij ook. Dat was A Night in a Room at the River. En dan was het idee dat de room, dat was het theater, en de river, dat was de tijd. En het publiek zou die rivier, die tijd zien stromen en zou daar naar kijken. Dat was het idee. Kwam uit een Chinees gedicht en dat kenden we allebei. Maar ik vond het veel te lang.
Hoe heet die opera? A Night in a Room at the River. Nee, veel te lang voor een opera. Het moet kort, het moet La Bohème, Traviata, noem maar op. Dat zijn operanamen. Ik had een laatste zin, dat was een prachtige zin, maar die ben ik kwijt. Uit een onleesbaar boek van James Joyce, dat heet Finnegan's Wake. En dat gaat ook over een rivier. Dus daardoor was ik daarin aan het bladeren. En daar staat, en toen dacht ik ineens dat woord wake. En toen ben ik dat ook op gaan zoeken in het woordenboek. En ik vond het ook een voordeel dat het ook een Nederlands woord is. Dus je kunt ook waken zeggen. En het betekent ook voor een deel, de belangrijkste betekenis bestaat zowel in het Engels als in het Nederlands. Want het is, je moet er eigenlijk het woord doden, waken. In het Nederlands zouden we ook, als je alleen waken zegt, begrijp je het minder goed. Maar het woord doden, waken is een wat ouderwetse woord. Maar het is eigenlijk, het is het samenkomen om van de doden afscheid te nemen. Dat is wake en waken. Dat komt eigenlijk helemaal overeen in het Nederlands en Engels. En daarnaast heeft het Engels veel meer betekenis dan in het Nederlands. Want je kunt in het Engels ook zeggen in the wake of. En dat betekent als nasleep van, het gevolg van. En dat is natuurlijk ook heel toepasselijk in dit geval. Oh, heel veel in een opera. Volgens mij is opera het theater waarin nieuwe media volgens mij het meest gebruikt zouden kunnen worden, maar ook al gebruikt worden. Alleen het is vaak een kwestie van budgetten natuurlijk ook. En ik heb ervoor gekozen hier om met iemand die ik heel goed ken, gewoon te zeggen, we nemen het risico, René. Jij maakt gewoon de derde acte. Dat is eigenlijk, ik denk niet zozeer die nieuwe media uniek zijn. Ik denk eerder het feit dat twee mensen zeggen van, oké, ik ben gevraagd om een opera te schrijven. Jij maakt voor mij de derde acte. Ik denk dat dat nog in de operageschiedenis niet zo vaak is voorgekomen. En nu is die derde acte ook. Steven gebruikte vandaag de term in flux. Dat betekent dat we zijn René heeft een bepaalde lengte. Volgens Steven en mij is hij te lang. Niet omdat het niet mooi is, maar omdat je dan uit de verhouding komt tussen de verschillende delen en zo. Maar dat kan ook allemaal. Dat kan ook veel beter met elektronica dan met een partituur. Dat is een veel trager proces. Maar René kan terug naar de studio en zeggen van, ik ga hier iets knippen. Het is net als met film. En, we gaan ook. Het is ook wel een beetje uit nood geboren, want het oorspronkelijke idee was dat we echt een poppenkast zouden hebben, hè, op het toneel. Gewoon die 9 kamers met 3 verdiepingen. Maar zoals Steven vanochtend al zei bij de presentatie, ja, dan hadden ze in Amsterdam allemaal zo moeten staan. Daar was de hoogte er niet voor. Dus uit nood geboren wordt er gefilmd. En dat betekent ook weer een dimensie erbij. En ik ben erg benieuwd. Dat,